Als afgevaardigde in het bedrijf is het niet enkel nodig dat je maatschappelijke thema's strijdt voor maatschappelijke thema's, maar in het bedrijf zelf zijn er toch wel een aantal strijdpunten die je gedurende een aantal jaren kan voeren. En voor ons was de strijd voor een goede functieclassificatie zeer belangrijk. Waarom is dat? Omdat een functieclassificatie en het wegen van functies is een rode draad door het gebeuren in het bedrijf. Wij hadden een functieclassificatiesysteem vooraleer nog dat Fabrimetal het systeem invoerde in de ganse sector. Hoe deden wij dat? Wij hadden dus ook een wegingscommissie en die wegingscommissie bestond uit afgevaardigden van elke vakbond. Ja, we waren maar met twee vakbonden. En die gingen ter plaatse kijken hoe dat een job uitgevoerd werd door de mensen. Door de veranderende technologie, want er is geen enkel bedrijf dat nog werkt met de technologie van 20, 30 jaar geleden. Dus dat wil zeggen automatisch dat uw jobinhoud kan veranderen. Maar die jobinhoud is natuurlijk ook gekoppeld aan een loonclassificatie. En het is de kunst om de juiste functies in de juiste loonklasse te zetten, te plaatsen. En die kan met de jaren veranderen. Dus eerst vertrek je van een goede loonclassificatie. En daarin moet je dan de juiste functies plaatsen. Parallel daarmee hebben wij ook geprobeerd om vrouwen in technische functies te plaatsen. En waarom is dat? Omdat vrouwen ook een beter loon zouden kunnen verwerven. Het is nu eenmaal zo dat technische functies beter vergoed worden dan niet-technische functies. Dat is gelukt, maar natuurlijk moet je de werkgever mee hebben. En tijdens die onderhandelingen over loonclassificatie is het altijd de werkgever die zegt: ja, maar dat gaat allemaal te veel geld kosten, want mijn loonkost die gaat stijgen en ik moet dat gaan vertellen in de US. Want we zijn afhankelijk, we zijn een grote multinational. Ja, en dan zeggen wij: ja, oké, maar u wordt betaald om dat gaan te vertellen in de US. Dat is een kleine anekdote, maar kom. Nu, uiteindelijk zag de werkgever wel in dat dat ook zijn nut had, omdat mensen graag een opleiding hadden. Ik heb mensen ook die graag 20 jaar hunzelfde monotone job doen. Maar dan krijg je natuurlijk een uitval, want monotoon werk zorgt ervoor dat je rapper ziek wordt, dat het eentonig wordt. En het voordeel van een technische functie is dat die heel polyvalent kan zijn, dat die heel interessant kan zijn. En daaraan gekoppeld dan ook een beter loon. Nu, zoals ik daar juist zei, parallel daarmee hebben wij ook geprobeerd om vrouwen in die technische functies te krijgen. En dan moeten we natuurlijk wel als bedrijf de nodige ondersteuning geven, want vrouwen volgen nog altijd geen technische opleiding. Want met de metaalsector hebben we een project gedaan om vrouwen naar technische functies in scholen, hè, dus een project in scholen te doen. En, maar nog altijd kiezen vrouwen nog altijd voor de traditionele opleidingen. Ja, met de jaren is daar wel iets of wat veranderd. En ik zelf heb dan geprobeerd om zo'n technische functie uit te oefenen. En dat was klarkchauffeur. Ik was de eerste vrouwelijke klarkchauffeur in het bedrijf. En de jonge sourcer die vroeg, als ik ging solliciteren, en zei: kan je met de auto rijden? Ik zeg: ja, natuurlijk kan ik met de auto rijden, want anders raak ik niet in het bedrijf. Nu, dat is heel simplistisch voorgesteld. Dus dat wil zeggen dat hij ook nog niet volledig de mindset had om vrouwen op te leiden in die functie. Maar dat is gelukt. En achter mij zijn er nog dames gekomen die dat willen doen hebben. Nu, voor mij persoonlijk was klarkchauffeur de ideale job om mijn functie als delegé, beginnende delegé, uit te oefenen. Want ik kwam in gans het bedrijf en ik moest me in feite niet vrijmaken van een machine. Voor mij was dat twee keren winst. Nu, dat is dan gelukt. En daardoor zijn er natuurlijk ook vrouwen in een hogere loonclassificatie kunnen terechtkomen, waardoor zij dus ook een beter loon krijgen. Dat is dus voor de functieclassificatie. Ja, dat is natuurlijk van super belangrijk dat je als hoofddelegé, maar ook als delegé of mandaatvrager,
dat je een groep rond je hebt. Want ons bedrijf draait 24 uur of 24 uur. En als hoofdafgevaardigde, dan kan je moeilijk een vroege shift, een late shift, een nachtshift en een weekendshift. Want we hadden ook een weekendshift. En dan is het belangrijk dat je in elke ploeg beroep kan doen op afgevaardigden en militanten, want het zijn niet enkel de afgevaardigden die moeten werken. Het zijn ook de militanten die ogen en oren moeten openhouden om te kijken wat gebeurt er op de vloer. En dan hadden wij altijd een shiftwisseling en dan de delegees praten dan met de shiftwisseling met elkaar. Dat is er gebeurd, daar stelt zich een probleem. Dus je moet werken met een team, want het is ook onmogelijk om dan in het weekend daar ook nog eens de problemen gaan constateren. Dat is iets dat ik in de vorming geleerd heb. En wij hadden toen een Modest Schultene en hij heeft vroeger 40 jaar opleiding gegeven aan management. En dan is hij naar de vakbond gekomen en hij zei, van het moment dat je aan de onderhandelingstafel zit, heb je geen vrienden en moet je zorgen dat je je punten waar dat je voor gaat, dat je die probeert te bereiken. Terwijl dat je aan het onderhandelen bent, moet je geen punten bij uitzoeken. Je vertrekt met een strak plan en je probeert dat te halen. Want ik heb al mensen gehoord, soms van onze delegatie, soms van de andere, terwijl dat je een traject aan het doen bent tijdens uw onderhandelingen, komen daar nog punten bij. Dat is dodelijk. De werkgever, je ziet dus dat de werkgever zich dan afsluit. Van het moment dat hij voelt dat je uw onderhandelingen en niet het onderste uit de kan wilt halen, dan zal je voelen dat hij respect voor jou gaat hebben. Je gaat u niet graag zien, maar je gaat u respectvol behandelen. En dan als de onderhandelingen gedaan zijn en je gaat buiten de deur, dan kan je gemakkelijk een pint gaan drinken. Maar zonder te praten over de onderhandelingen natuurlijk. Hè. En dat is een techniek die heel belangrijk is, maar die werkt. Dat werkt echt.